Hey, beste mensen, desgezonde hier namens Casper. Hartelijk welkom bij Trainspotting deel 1. We gaan zo meteen treinspotten op, jawel, Discom City. Ja, we zijn nu aan het opstarten. Ik vertel het nu maar even, want ik heb een beetje last van ghost trains. Dus ik moet eerst even kijken of de treinen allen goed zijn. Voordat wij de treinspot kunnen gaan starten. We gaan dus treinspotten op Discom City. 6 treinen links, 6 treinen rechts. Welke treinen zijn is een grote verrassing. Ik weet het wel, maar jullie weten het allemaal nog niet. En dat gaan we zo meteen zien naar de intro. Komt-ie. Leuk. Ja, ja, daar zijn we dan. Discom City. Station Discom City. Wachten op de eerste trein. Voordat wij verder gaan met deze treinspotplek, eventjes een klein dingetje. Want ik heb wat last van ghost trains. Dat zijn treinen die hebben alleen maar twee lampen en dan nog de koppeling die je ziet. Terwijl die komen, moet ik even ingrijpen. Wegwezen, corona. Zodra ik die zie, moet ik even ingrijpen. Dat doe ik dan eventjes met de escape toets en dan met editen. En dan komt hij als goed is daarna wel goed tevoorschijn. Je moet er even op letten. Het heeft wel te maken en er is een grote kans dat hij dan gaat klappen. Dus ik heb geen idee of dat ook gebeurt, ja of nee. Dat zien we dan zo meteen wel tijdens deze treinspot video. Ook had ik een fout gemaakt aan die kant. Want ik had de eerste trein, dat is dan... Ik ben hier niet veilig hier. Dat is de OBB CVR Inter van 1201. Die vertrekt aan die kant. Had ik de eerste instantie niet goed neergelegd, want die staat op spoor 1 en je kunt niet vanaf daar van spoor 1 naar de Fastlane toe. Dus ook dat heb ik even aangepast. Dus dat is dus nu ook goed. We hebben hier dus deze kant komen zo meteen 6 treinen voorbij gereden en aan die kant komen straks 6 treinen voorbij gereden. Ik moet even in de gaten houden dat het dus geen ghost treinen zijn. Als het ghost treinen zijn, moet ik ze eventjes gelijk even ingrijpen. Dus er wordt waarschijnlijk wel wat geknipt en geplakt, want ik heb al in dit eerste test... Wie is die nou toch zo? Nisi, joh. Ik had na de eerste testfase al 3 ghost trains, dus ik moest al 3 keer ingrijpen. Dus dat was dus niet goed. Er is ook een vrij grote kans dat de Koha sporen geen geluid geven. Daar is ook een vrij grote kans voor, want ik had net ook alweer dat er geen geluid kwam. Kijk maar, dus dat is nu ook het geval. Op zich is dat die daar storen trouwens, want iedere keer hoor je die Koha dingen, Jan. Ik ben hier echt niet verder. Goed, dat komt er aan. Kijk, die is wel goed en de voortje is ook goed. Dan gaan we even deze kant op eventjes. Wow. Want dan kan ik iets beter staan deze kant. Eerst komt de stoomtrein voorbij en daarna komt er achteraan de Voyager. Voyager, dit is de stoom met de MK3 en daar is de Voyager. Cool. En achter zit nog een Klaas 46 volgens mij. We zijn hier toch aan het hoest niet zeg. En de vette zie je hem verdwijnen. De Voyager en de stoomtrein. Nieuw en oud, daar gaat de Voyager. En daaraan komt de stoomtrein. Daar gaat hij. Steam engine. Goed, we zien straks als eerste voorbij komen de... OBB Taurus met de CVR wagens. Als het goed is. Die trekt om 12 uur 1 vanaf die kant. En deze stoom en de Klaas 93 Veugen die net voorbij kwamen, die vertrekken allebei om 12 uur en 12 uur 1 vanaf het opstapspoor. Wachten nu op de eerste trein vanaf deze kant. Altijd spannend. Of er wat komt. Ja. Of er nee. Ik had net de wisselstraat gelegd. Was ik vergeten om het weer om er weer stroom op te zetten. Moet ik weer de wisselstraat weer maar afbreken. Stroom erop zetten. Nieuwe aanzetten. En weer opnieuw testen. Daar komt hij aan. Het is niet de OBB. Het is de 150.
Maar wel met Armstrong Powerhouse soundpack erop. Klas 150 heeft dus voorrang op de CVR. Dat is, gaat er iets, nu hier iets dus al niet goed. Ik hoor nu wel wat. Ik moet in de raad houden dat het geen ghost trains wordt. Nee, het is nu alleen de 150 die je nu hoort. Met dus de Armstrong Powerhouse soundpack erop. Hoor maar. Op de andere trein komt er een andere aangereden. Dat is een 442 als het goed is. Moet ik ingrijpen? Nee, ik hoef nog steeds niet in te grijpen. Dat is mooi. En dan ik een mooi fotootje even maken zo. Dit is de 442 Gatwick Express. Steeds komt daar geen Taurus aangereden. Dan gaat dus iets verkeerd. Hierheen kunnen we de soundpack even horen van deze prachtige 150. Van Wessex Twins. Komt aangereden in de verte trouwens. Ja, komt hij aan. De OBB met de CVR-rijtuigen. Oh ja, hier is switching, baby. Komt u maar. En met tractie. Oh, nice. Nice, 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 nice. Daarachter vertrekt ook nog trouwens de 442 weer. De Gatwick Express. Maar die heeft niet zo hoge tractie deze trein trouwens. Dus is vrij traag met tractie deze trein. Zo van zo goed. Alleen deze die net voorbij was gekomen, die OBB, die daar zo ziet rijden, die had eigenlijk als eerste moeten vertrekken. Maar dan neemt hij toch aan dat 150 geeft hij dan voorrang. Dat is dan weer een beetje vreemd weer. Komt weer een trein aangegeven. Kijk wat dat is. Heeft hij ook een goede trein? Ja, het is een goedere trein, maar we gaan hier gewoon van het spoor af. Anders krijg je rare vlekken op de trein. Goed een trein, het is een E483 als het goed is. Het is een E483, jawel, komt hij aan. Met CVR goederenwagens. Nice. So far so good. De E483 goederen. Ja, ik lees het hier op hoor. Ik heb een boekje liggen. Dus niet dat je denkt van nou, ik kijk niet de lens. Nee, ik kijk gewoon in het boekje. Nu blijft even een poosje rustig. Goed eens. Daar is het rustig. Aan de andere kant is het ook rustig. Ja, spoorwegen doen. Of de spoorwegen doen hebben dus nu even geen geluid. Ja, dat is niet, daar kan ik even niks doen. Dat is nou eenmaal zo, dat ligt gewoon puur aan mijn, aan mijn spel. Ja, dit ding dat crasht gewoon om de havenklap, dus ja. Nogmaals, ik heb deze al een keer gemaakt. Hiervoor al een keer getest, ging het al niet helemaal goed. En we hebben ook al een keer... Oh, zie je trouwens alweer dat een trainer komt. Dat is vreemd. Dat is een Super Voyager. Huh? Deze komt volgens mij ook niet helemaal. Maar toch wel. Het is de voortje van 12:04. Haha. En geef gas. De voortje van 12:04 was dat. Vertrekt hij 12:04.
daarheen kun je nog zien in de bocht. Ook wel leuk gezicht, denk ik. Als je nog ziet in de bocht, tenminste. Ja, daar gaat hij. In de bocht. Op naar dashcam. Central. Die er nooit is en ook nooit komt. Ja, als mensen mij kunnen helpen met die spooktreinen, ze zeiden, laat eens een berichtje achter onder deze video. Vind je dit nou een leuke video? Dus hoop ik wel. Abonneren dan. Druk op belletje, word je op de hoogte gehouden. Voelt u hier wel weer druk? Mensen houden ook geen 1,5 meter aan, zie ik. Daar zo. Kijk maar. Dat is geen 1,5 meter. En ze wachten op de volgende trein. Dat is het voordeel van de spoorbomen. Dan kunnen we gelijk ingrijpen. Zodra de spoorbomen dicht gaan, kan ik ook gelijk even kijken of het geen ghostring is, ja of nee. Zodat het een ghostring is, dan kan ik gelijk even ingrijpen. En als het volgens het spoorboekje nou moet gaan praten, moet hij op dit spoor nu zoals een 350 aankomen gereden. En op dit spoor een metronoom. Stoptrein allebei. Dus hier komt een stoptrein op. En daar komt het op. Doe even een knippie knippie. Als we weer een trein in zicht zien, dan komen we weer, gaan we weer verder. Even knippie knippie. En plekje plekje, want ik word weer aangekomen. En het lijkt mij niet de 350, maar dit lijkt mij. Dit is de 68 goederentrein al. En die gaat snel deze. Oh, die gaat heel snel. Wow. 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 Geitje natuurlijk. Maar deze moesten als laatste langs razen, deze. How can it be? Ik heb deze laag staan als de Klaas 68 goederen om 12:09. Dus nu missen ze nu nog de 46 Beast en de 350. Deze kant. Dus wat gaat er nou weer fout? Er gaat weer van alles fout. Nou, videootje ook weer. Gaat weer fout. Top. Deze kant mis ik nog steeds de metronoom. Daar gaat trouwens de goederentrein nog. Met de Klaas 68. Hier mis ik nog de metronoom en de SBB Inta. Dus ik weet niet wat er nou weer misgaat, maar er gaat weer iets mis. Waarom laat hij die 68 nou voorgaan? Dat is toch angstaanvallig rustig, denk ik hier al. Wat er dus nu aan die kant nog moet komen, wat daar nog sowieso moet komen, is een Klaas 350 stoptrein van 12:05. En nog een Klaas 65 Beast van 12:07. Dat is echt een beest als die komt hoor. Die mis ik dus nog aan deze kant. En aan deze kant mis ik dus nog de metronoom. En de SBB Inta. What is happening? Maar geen van tweeën zullen komen, denk ik, nog meer. Daar komt er eentje aan. Daar komt de bier staan. Serieus. Jawel, daar komt de bier staan. Nou, vloem hoger. Hoor maar. De beast. 65. Beast. Yeah. Nice, nice, nice. Kun je die kan nog even afkijken? Daar gaat de 46 Beast. Oh, dit is het zo'n lekker geluidje, hè? Trouwens, wel een soundtrack van de Armstrong Powerhouse. Net zoals de Klaas 43 HST 125. Daar gaat hij. De Beast.
12 MK2 wagens eraan trouwens. Ook dat is met Armstrong Powerhouse Soundpack. Maar goed, nu mis ik dus nog eentje. Hier nog eentje. Hier mis ik de 350. En hier mis ik nog steeds de metronoom. En de SBB. Ik weet niet wanneer die moet. Die SBB die had moeten komen om 4, 12 uur 5. Nou, dat is al lang geweest. En de SBB Inter, oftewel Intercity, die had gekomen. Die moest komen om 12 uur 8. De Beast ging om 12 uur 7. Dus dan zou misschien de Inter. Dat zou misschien wel zijn, hè, dat de Inter. Of de OBB. Oh, die gaat pas om 12 uur 8. Dus misschien dat ze nog komen. Daar komt wel weer eentje aan. Is dat dan de 350? Ja, kijk, dat is de 350. 350 komt eraan. Met die hele mooie optrekgeluid. Met die... Homma. Ik heb het gevoel dat hier al aan die kant de SBB de metronoom aan het blokkeren is. En nu en ik gaan de deuren open. Het mag in de krant. Applausje. Hoor hoe dit ding weggaat zometeen. Dat is echt komisch. Dit is een komische trein dit. De 350. Dus daar hou ik even die kant in de raad even een beetje. Nog steeds geen metronoom, nog steeds geen SBB in de city. Als het lang doet, gaan we even kijken hoor, wat daar nu de fout was. 12 uur 8, dat is dus de 12 uur 9 service dit, dus nee. Deur zijn nog niet dicht en hij gaat alweer rijden. Vreemd. Oh, dit is een slechte acceleratie zeg. Hoor je dat? Ja, het is niet helemaal goed te horen, want dat is de eigen sampak is niet helemaal goed. Maar dit zijn de categorie spastische trein dit. Wacht tot het rode licht gedood is, kan nog een trein komen. Opletten hè. Hoe is het nou hier dan? Is het hier alweer wat, komt hier al wat om de hoek? Zijn? Nee, want aan die kant is het nu alles geweest. Aan die andere kant. En dan nog deze kant. Maar ik zie hier nog steeds geen metronoom. En nog steeds geen SBB Inter. Inter staat voor Intercity. Hè? Fast line. En de metronoom is de slow line. Ik zie nog niet de 350 onder bocht gaan. Nog was weer... Ik sta hier in de tunnel zelfs niet eens veilig. Daar gaat de 350. En we kunnen even spieken naar de metronoom en eventjes naar de Interregio. Dan ga ik hier even doorheen lopen. Eventjes. Ga even spieken hoe dat nou kan. Kniepie kniepie denk ik maar weer. Even kijken wat er nou aan de hand is met deze nu. Ja, dit is de metronoom. En je gaat het niet doen. Die heeft groen sein. Daar heeft u oranje. Kijk, deze gaat dus niet werken, hè. Deze gaat niet rijden. En deze houdt dus de SBB. Deze dus. Vast. Dit gaat zo niet werken. Dat was de 350. Maar hij heeft hier wel een keer geel. Even kijken hoor. Junction is blocked. Oké. Okay. Stop metronoom. Ja, die metronoom die gaat gewoon niet rijden. Dit is dus de fout. De metronoom houdt dus de
Deze houdt hij op. Ik weet niet wat daar de reden van is. Deze metronoom is nu naar de stopverbinding toe. Dat is hier zo. En het ligt allemaal goed. Maar op een gegeven moment gaat het gewoon niet rijden. Nou, dus geen metronoom. Dat was dus deze nog geweest. Dit was stoptrein. En dit was nog een InterCity geweest. Een SBB. Met dus aan de achterkant deze. Ik weet nog niet wat voor type dit is trouwens. Oh, dit is de RE64. Maar die gaan allebei dus niet werken. Waarom weet ik niet. Als jullie het weten, laat eens een keer een berichtje achter. Onder deze video. Maar dit gaat echt niet werken. Het is raar dan waarom je dan hier ook geel aangeeft. Maar dat is dan weer heel vreemd. Gaan we weer terug naar Deskam City. Ja, dan zul je ook gelijk zien hoe zwaar dit spel is. Ja, ik zit bij me af te houden. Het is maar één level. Het is maar één stukje. Kijk, en dan moet hij alles weer laden. Ja, het blijft maar heel vreemd. Maar voor de mensen die denken, hey, gaan we dit nog een keer publiceren op de Steam, deze treinspotplek? Dat gaan we niet doen. Ja, dan moet ik eens even rustig over nadenken. Om het te gaan doen, ja of nee. Ik denk het niet. Waarom niet? Ja, het is wel een dingetje voor mezelf. Ik heb er ook bijna 2 weken aan zitten werken. En het is nog niet af hoor. Er moet nog alles komen op de perron. Maar ja, het is niet anders. Goed, vanaf hier ga ik maar afscheid nemen van deze video. Jammer van die metronoom en van die SBB die nog niet komen. Maar we hebben toch al een paar mooie boetetreinen gezien. Onder andere de 56, het Beast. Dat is gewoon een briljant ding. We zijn begonnen met een stoomtreintje. Verrassing. Ik sta hier nog steeds weer niet veilig hier. Zo. En ik doe denk ik mondkapje voor het nu past. En die kant kwam dus voorbij de, even kijken, doen we dat goed, ja, de OBB 7R kom hier voorbij. Toen kwam de Class 150, toen kwam de Voyager 220, toen kwam de 350, ja die kwam dus later, die kwam dus pas als laatste, maar die had dus als vierde gemoeten. 65 Class 56 en 6 de 68, maar het werd dus de 7R, de 150, de 68 samen met de 220, en toen kwam de 56 en toen kwam pas de 350. Nou ja, kleine geitje, het heeft allemaal wel gereden. Kijken of het hier nou wel weer gaat rijden. Nee, hier komt gewoon geen trein meer. En deze kant, ja, helaas ben ik aan het niet helemaal gelukt. We zijn begonnen met een stoomtrein, toen kwam de 390 Virgin. En toen nog de 442 Gatwick Express. En dan nog de E483 goederen. Helaas dus geen metronoom en geen SBB. Hou mijn kanaal in de gaten, er komt binnenkort echt weer nieuwe video's. Dan gaan we weer gewoon verder. Ja, mensen staan wel te popelen dat ze er weer heen mogen, maar ja, ik zie echt geen trein. Er komt binnenkort wel weer nieuwe video's hier op deze Deskam treinspotplek. Hou mijn kanaal in de gaten. Er komen natuurlijk ook weer andere leuke video's, onder Tesla trips en natuurlijk Fernbus en natuurlijk Dakar. En kortom, druk op belletje, word je op de hoogte gehouden welke video ik nou weer aan het uploaden ben geweest en welk video je weer in première gaat. Stay safe, de goede doodles, dag, en mijn excuses een beetje voor de foutjes. Adios, dag.